Beste kijkers, welkom bij WHC TV. Vandaag de wedstrijd WHC tegen Deto. Ruststand 2-0, eindstand 3-0. Na praten gaan we met Anton Wennemers van Deto, met Jan Evensen van WHC. We beginnen altijd met de gasttrainer, met Anton Wennemers. Anton, wat een wedstrijd. Ja, voor jullie wel, voor ons iets minder. Ja. Op zich een terechte nederlaag, 3-0 is misschien net iets te veel. We krijgen snel die tweede goal erachteraan. Dus we hebben geen moment om te herstellen. En dan doen we dat dan wat gefaseerd in de tweede helft. Ja, eerste kwartier, WHC veel in balbezit. Jullie wat afwachtend? Ja, dat was zeker niet de bedoeling. We wouden ook met onze 10 door op 3 en 4 bij BHC. Maar daar kwamen we niet aan toe. Of te laat. Of de ruimte is te groot, denk ik. De achterste linie iets te ver achter toe om dat te bewerkstelligen. Maar we kregen er niet voldoende druk op. Nee, dat klopt. Nee, en dan, ja, je zei het al, twee doelpunten snel achter elkaar. Ja, de eerste vind ik te makkelijk. Het is een paas van achteruit. Ik dacht wel voor een middenvelder, maar die kan Potkamp binnendoor lopen. En daar zat geen idee meer bij van wat de centrum of de vleugelverdediger konden oplossen. En dan maakt hij het netjes af. Ja, en de tweede goal willen wij voetballen. En daar zetten ze ons heel klein kort. Vleugelverdediger aan de andere kant is veel te ver weg. En bij bouwverlies maken ze het goed af. Ja, voor de rest kom je haast niet, aanval niet meer in een stuk voor de rest van de eerste helft. Nee, op dat moment zijn we echt van slag. En Mark al zei, de tweede helft probeer je het recht te zetten. En binnen 5 minuten kom je streel op de keep af en schiet je aan de binnenkant paal. En dan hoop je dat je weer in de wedstrijd zit. En dan zou je misschien weer wat dingen terug kunnen draaien om te laten kijken naar je eigen spel toe. Maar we hebben de tweede helft niks kunnen forceren en wel 1-1 gestaan, maar dat heeft geen kansen opgeleverd. Nee. We gaan verder met de trainer van WHC, Jan Evensen. Ja, Jan, vorige week en deze week een wereld van verschil. Wat is er gebeurd? Nou, niet veel. We hebben gewoon anders gespeeld dan vorige week. En dat is niet. We hebben geen andere afspraken gemaakt, want vorige week maakten we dezelfde afspraken tegen DVS. Alleen kwam er niks van terecht. En nu, we hebben aangegeven dat een tegenstander altijd moeilijk moeten maken door niet de tijd te geven om op te bouwen. Druk op de bal houden, dan weet je dat ze het altijd moeilijk hebben in de opbouw. Nou, dat ging vandaag al veel beter. We hebben korter bij elkaar gespeeld dan vorige week. Vorige week zag je na balverlies dat het veld heel erg lang werd. Ja, dan kan een tegenstander altijd in voetballen en dat was vandaag al een stuk beter. En we hebben natuurlijk vandaag maar niet vergeten dat we komen op 1-0 en vlak daarna op 2-0. Anton zei het al. Ja, dat scheelt, dat is een wereld van verschil. En we hebben bij de sponsors voor de wedstrijd aangegeven. Elke wedstrijd die we achterkomen hebben we 2 keer gelijk gespeeld, 2 keer verloren. Elke wedstrijd die we voorkomen hebben we gewonnen. Dus dat is voor ons heel belangrijk dat we voorkomen. En dat kwamen we dit keer. Ja, sommige wedstrijden wil je voetbal oplossen, maar soms heb je wat stormrammen naar voren nodig, wat meer druk. Vorige week zet je Potkamp erin en de stel kreeg wat meer druk naar voren. Vandaag begint Potkamp weer de basis. Dan probeer je wat meer als voetbal niet lukt, meer druk op te krijgen. Dat heeft ook kijk, als je wil voetballen, dan moet je ook zorgen dat je balbezit had. En dat je dat houdt. Als je vooruit voetbalt, moet je mensen hebben die balbezit vasthouden. En William vind ik op dit moment daar beter in dan Eugène. Eugène heeft veel meer dreiging in de diepte qua snelheid. En hoe William bij de eerste call dat ook uitstekend deed. Maar William is wat balvast. Hij begon wat onzeker in de wedstrijd. Had er misschien iets wat nerveus of wat geforceerd. Maar hij kwam naderhand steeds beter in de wedstrijd. Ja, en vorige week, volgens mij starten we vorige week met Jolof in de spin. Nee, later ingevallen zijn. Wat meer druk naar voren proberen te krijgen. Druk naar voren, als het voorin niet loopt. Kijk, verleden week dan zie je dat Dennis weinig deed vorige week in de wedstrijd. Er kwam weinig uit. Ja, dan zeg je, oké, als je dat een uur ziet, dan heb ik het wel gezien aan een uur. Ja. En dan wil ik een ander zien die misschien iets meer gaat brengen. Het heeft ook, dus niet met druk vooruit, het heeft te maken met wat laat je zien of niet. Ja. Hij is terug naar Anton. Die Anton hier was al een beetje bezig met de tweede helft. Die wisselde Ten Hoeve voor Roelofs in de rust. Ten Hoeve die had een blessure, maar anders had ik een ander eraf gehaald. Maar ik had toch, we spelen vaak met 3 achterop en Sander dan op 6. Sander had een blessure aan de kuit en daarom heeft Jan Herm die functie vervuld op 6. En dat was toch al de bedoeling. En Koen is door een blessure kan hij niet de hele wedstrijd spelen, maar dat is een goede pinzitter. Ja, nou, je zei het al, we gaan 1-1 proberen te spelen. Je moet dat toch wel proberen. Maar ja, je krijgt geen grip op de wedstrijd.
Nee. We kwamen, het middenveld was duidelijk in handen van WSC. Dus daar kwamen voetballen niet door. Ik vond het wel wat eenvoudig dat ze de ballen die ze er dan in willen brengen en, via de keeper of via het centrum gaat. En die waren allemaal verdedigend ook voor de verdedigers van WSC. En die konden echt in die ballen lekker inklimmen en wegkletsen. We kwamen daar niet verder in door. Buiten die eerste 5 minuten naar rust. En dat is natuurlijk wel een breekpunt. Ja, was dit niet de slechtste wedstrijd die je gezien hebt dit jaar van Deto of wel? Of slecht, ja. Een minder, laat ik wat. We hebben niet ons niveau gehaald, maar dat is ook de verdienste van WSC. Ja. Oké, goed. Jan, jou naar de tweede helft. Ze hadden net een schop op de paal van Milanovic. En dan speelt WSC het gewoon goed uit. Je laat alles jongens wisselen. Je begint zelfs met Tasdan. Nou, ik vond dat we niet goed uitspeelden. Hun gingen heel snel 1-1 spelen. En daar lagen zoveel mogelijkheden voor ons. En daar waren we gewoon heel slordig in. Ik vond dat we dat gewoon heel slecht uitspeelden. Dus normaal gesproken, als er zoveel ruimte komt met de snelheid die we hebben, dan moet je er meer mee doen dan we nu gedaan hadden. Dus dan ben je niet tevreden over de tweede helft? Nee, ik ben niet tevreden over de instelling en hoe we bij vlagen, hoe we verdedigend stonden. En we konden redelijk makkelijk dat uitverdedigen. Maar dan moet je voorin wat slimmer zijn in je loopacties en in het uitspelen van het 1-1 situatie. En dan missen we af en toe wel eens het overzicht. Of we lopen gewoon de verkeerde kant op. Daar kunnen we nog stappen in maken. Want dit gaat natuurlijk verder in het seizoen wat vaker gebeuren. Als je voorkomt te staan en een tegenstander wil druk gaan geven, dan ontstaat er ruimte. En daar kunnen we nog wel wat in verbeteren, hoor. Goed. Anton, jij nog een laatste aanvulling, opmerking? Nee, we verzamelen onze gram weer. Er zijn nog 9 punten te verdienen voor de winterstop en daar gaan we voor. Oké, Anton, bedankt. Jan, nog een laatste opmerking? Nou, ik ben heel blij met de overwinning, want we hadden één punt uit de laatste 3 wedstrijden gehaald. En ze hebben nu laten zien dat ze dit niveau gewoon kunnen halen. En dit moet je elke week vasthouden. Daar zal je best wel een paar keer nog verliezen, hoor. Daar ben ik niet bang voor. Maar niet op de manier waarop we verloren hebben bij Urk en DVS, want dat kan niet. Goed. Anton, bedankt. Jan, bedankt. Tot zover WRC TV. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.